neef van mijn moeder... die had zo'n uitzonderlijk groot talent. Die speelde al op jonge leeftijd... alle cantates van Johann Sebastian Bach uit het blote hoofd. Zo. Ja, dat is echt moeilijk. En hij had een absoluut gehoor. Als Frans hier bij wijze van spreken een scheet zou laten... dan kon hij benoemen in welke toonsoort Frans zat te schijten. Dat is heel knap, toch? Op een gegeven blik kreeg die neef jicht in zijn klauwen. Ja? Zo. Nou, dat is nou heel... Hey, laat hem nou even uitpraten. Nee, dat was het. Hij kreeg jicht. Oh, Frans. Ik hoef toch potverdomme niet iedere keer met de een of andere filosofische vraagstellingen op de proppen te komen, of wel? Nou, voor mij hoeft het niet. Die jongen die had gewoon jicht. Ja, meer ken ik er niet van maken. Voor mij hoeft het ook niet, hoor. Nou, voor mij hoeft het in principe ook niet. Maar jij zit altijd zo hoog in. En dan vraag je de aandacht en dan moeten we allemaal luisteren. En dat doen we dan ook aandachtig. Maar als er dan niks komt, is dat voor mij persoonlijk een teleurstelling. Weet je, Frans? Deze voor je. C-mineur. Ik ga er wel eventjes een papiertje overheen trekken. Of zit ik dan weer te hoog in, Frans?